Burgemeester, u bent nog in het roos. Ik hoorde u een aardig mondje Italiaans spreken. Dat heb ik overgehouden van studietijd. Kleine 30 jaar geleden hoor. Dus een paar zinnen, maar daarna moet ik ook denken. Het klonk bijzonder indrukwekkend. Nou, dankjewel. Het zit erop, de Giro. Ja. Hoe kijkt u op terug? Nou, het is één groot feest geweest en het is ook uitstekend verlopen. Het was natuurlijk niet alleen de etappe zaterdag die in Nijmegen eindigde. Maar eigenlijk begon het al donderdagavond met de ploegpresentatie. Ik ben op een aantal plekken erbij geweest. En geweldige vorm van samenwerking die we gevonden hebben met een aantal Gelderse overheden. Provincie voorop, maar ook een aantal steden. En een heel goed gelukt feest. Heel professioneel hoe die Italianen dat ook zo'n koers organiseren. En het weer heeft de rest gedaan. Hè? Want daardoor is denk ik het bezoekersaantal nog misschien iets groter geworden dan we toch al hadden gehoopt. Ja, bezoekers waren voldoende. Het weer was fantastisch. Helemaal zo. Hier en daar een wanklank, er waren wat ondernemers die niet helemaal tevreden waren. Moet u daar iets mee als burgemeester? Nou kijk, er zijn al wat contacten geweest, ook al een voortraject, omdat je gewoon kunt voorspellen natuurlijk dat zo'n evenement, in ieder geval gedurende die zaterdag als je het over Nijmegen hebt, natuurlijk een forse inbreuk betekent op het gebruik van de infrastructuur. En omdat het natuurlijk zich ook heel erg dicht of in het centrum afspeelde, heb je daar natuurlijk als ondernemer wel, ja, daar komen andere klanten. Ik bedoel, ik sprak het voortraject toevallig een bloemist en die zei ja, dat is natuurlijk niet de beste dag, zondag is moederdag, een topdag voor ons. En wie komt er dan? Kijk, dat moet je natuurlijk afwegen tegenover de mensen die op de stad zijn afkomen, de geweldige reclame die we op televisie hebben gezien, nou ja, waren er ook ter wereld. En dat zal zich natuurlijk op die manier ook wel terug betalen. Het is inderdaad voor een enkeling iemand die de hele dag voor zijn eigen deur niets kan doen, een winkelier inderdaad, wel vervelend geweest. Maar ja, dat is niet helemaal te vermijden. PR-waarde voor de stad was goed, is ja. Onderzocht. Dat merkt zo'n middenstand natuurlijk niet in zijn kassa aan het einde van de dag. Ja. Maar goed, uiteindelijk moet dat wat u betreft een optelsom zijn en dat moet positief uitvallen. Ja, kijk, het is natuurlijk met alles, hè, met alles wat je doet of wat er gebeurt in de stad. En niet iedereen heeft natuurlijk op dezelfde manier er baat bij. Ik hoor ook wel verhalen van ondernemers zeggen, oh, ik had er misschien nog net iets anders op moeten inspelen. Ja, dat is dan natuurlijk ook wat ondernemersrisico. Ik heb het, zelf het meeste gevoel bij die ondernemer, ja, die er ook weinig aan kan doen. Die heeft zijn zaak ergens en er komen minder klanten op die zaterdag. Ja, dat is heel, heel vervelend. Maar nogmaals, de PR-waarde en wat het voor de stad oplevert. En ook mensen die op een later moment nog eens Nijmegen zullen terug bezoeken. Ja, dat maakt het wel helemaal goed. Dat laatste vind ik erg moeilijk meetbaar. Hè? Dat is ook moeilijk meetbaar. Kijk, ik heb ook gezegd, mensen moeten niet denken dat je nou op maandagochtend gelijk een bus met Sicilianen voor de deur hebt staan. We weten uit dit soort grootschalige evenementen dat het effect zit hem vaak veel meer in de naamsbekendheid. En dat je ook een goede klank krijgt, bijvoorbeeld bij andere evenementenorganisatoren. Als die nog eens nadenken, waar kun je iets organiseren? Ik ga er maar vanuit, die zullen we onthouden. Hey, daar in Gelderland hebben ze laten zien dat ze dat goed kunnen doen. Van Nijmegen wisten ze dat natuurlijk wel van deel, want met alle respect, we organiseren elk jaar een feest waar per dag al 200.000-300.000 mensen komen. Maar desniettemin, het was een hele organisatie. Het is natuurlijk altijd spannend hoe je met zoveel verschillende partijen de gezamenlijkheid kan doen. En ik denk dat we moeten de evaluatie natuurlijk nog maken, dat het grosso modo zeer geslaagd is geweest. Grosso modo, mooi had u niet kunnen zeggen. Gaat maar door natuurlijk. De music meeting staat voor de deur dit weekend. Is dat nog iets waar u naartoe gaat? Daar moet ik nog even zien. Want in Nijmegen is het, dat wist ik natuurlijk al, op een gegeven moment barst het evenementseizoen los. En is het zelfs voor de burgemeester niet meer bij te volgen. Maar het is wel bij mij om de hoek. Dus wellicht wel aan de andere kant. Die Giro waar anderen een vrije dag hadden. Voor mij was het gewoon ook werken. Leuk werken, maar wel werken. Dus wie weet dat ik met de familie iets anders graag ga doen. We zullen het zien. Hè? Maar ja, we hoeven ons niet te gaan vervelen. Hè? Want die Giro is eigenlijk een soort grote aftrap van het buitenevenementenseizoen. En we hebben natuurlijk de komende maanden een paar te gaan. U noemt de Music Meeting. Ik denk aan de Special Olympics. En ik denk natuurlijk zeer bijzonder aan de Hondse Vierdaagse, waar ik me nu al op begin te verheugen. Nee, wat dat betreft is startschot gegeven. Even naar de actualiteit. In Malfort was er natuurlijk iets aan de hand deze week. Het gaat goed met de veiligheidscijfers in deze stad. Laten we dat voorop stellen. Dat is ook onderzocht. Zo'n zaak als die in dat café in Malfort, dat is natuurlijk dan wel een domper.
Ja, dat is heel vreselijk. En vooral ook omdat het is altijd vreselijk. En je kunt er allerlei speculatie op loslaten. Maar daar ga ik natuurlijk niet in mee. Ik word er natuurlijk door de politie goed over geïnformeerd. Het is ook, vind ik zelf, heel erg vervelend. Omdat het ook op die plek, Malvert, een winkelcentrum wat toch al moet strijden om het hoofd boven water te houden. Dus het allerbelangrijkste nu is dat de politie haar zaak snel rond krijgt. U weet, er zijn al een paar mensen aangehouden. Dit is heel vreselijk, dit wil je natuurlijk liever niet. Maar als het goed wordt aangepakt, goed wordt opgelost en ook duidelijk is waar het aan ligt, kan de rust denk ik ook wel weer snel terugkeren. Maar het is natuurlijk één drama, het is ronduit tragisch. Wat er ook aan de hand is geweest, wat er ook te zeggen is over degene die waarschijnlijk zijn doodgeschoten. Dit is heel vreselijk. Ja, buurtbewoners, als ik ze spreek, die zeggen van het was toch wel een soort van loesje tentje. Nou ja, ik ga niet te veel oordelen uitspreken over de locatie. Ik bedoel, in eerste instantie moeten we ons nu concentreren op wat er met die twee slachtoffers is gebeurd en hoe dat in zijn werk is gegaan. Dus we moeten niet gaan speculeren over wat voor betrokkenheid van die locatie. Het is duidelijk dat er wel in het verleden wel eens dingen zijn gebeurd. Maar nogmaals, dan moeten we niet te snel nu weer gaan koppelen aan deze gebeurtenissen. Dat zal nog echt wel uit onderzoek moeten blijken. Nou, als we kijken naar de veiligheid in de stad, ik noemde het al even, het staat wat dat betreft al wat aardiger voor dan nu lijkt misschien. Ja, kijk, we hebben eigenlijk al jarenlang een hele mooie trend. Hè. We hadden heel veel woninginbraken, die zijn fors naar beneden gedaald. Je ziet het ook, hoe gek het ook klinkt, na zo'n vreselijk incident in de Mall, dat eigenlijk de geweldsincidenten zijn eigenlijk ook gedaald. Dus in die zin gaan we goed, maar het toont ook wel aan, er is natuurlijk wel gewoon criminaliteit in de stad. We moeten ons niet door die cijfers het zand in de ogen laten strooien, dat er niets aan de hand is. En gelukkig hebben we uitstekende politie. Ik heb goede mensen bij de gemeente ter beschikking. Dus ik durf wel mijn vertrouwen tegemoet te treden. Maar Nijmegen is wel een stad en een stad trekt van alles aan. Een stad trekt het goede van deze aarde aan, maar trekt ook helaas mensen aan die wat minder goed in de wedstrijd zitten, om het zomaar uit te drukken. Dus het vraagt onze voortdurende aandacht. Zo'n incident in Malvert valt opeens heel erg op, maar neem die van mij aan. Je bent voortdurend in deze stad bezig om goed op te letten. En we weten ook nog wel heel wat te voorkomen. En gelukkig merken de meeste mensen er niets van, des te beter. Want hoe rustiger we het met z'n allen weten te houden, hoe beter iedereen zijn leven hier kan leiden. Maar het toont wel aan dat je nooit achterover kunt gaan zitten en denken van, oh, die cijfers gaan lekker, prima met de veiligheid. Je moet altijd op je kievieven blijven. Vorige keer dat we elkaar spraken, hadden we het natuurlijk even over die veiligheid, met de Giro nog in aantocht. Ja. U heeft toen gezegd van, nou, de Nijmegenaar moet zich vooral op zijn gemak voelen. Dat... Nou, die idee heb ik zeker gehad en dat hou ik ook vol. Ik heb dat voor de Giro gezegd, ik zeg het daarna. Ik zeg het ook voorafgaande aan de Vierdaagse. We kunnen ons helemaal gek laten maken door allerlei verhalen over wat kan gebeuren. Maar ik geef u een briefje, dan kunnen we stoppen met elk evenement. Dan moeten we ook geen music meeting meer houden. Dan moeten we zelfs stoppen met voetbalwedstrijdjes van alle amateurclubs. Ik zeg het met grootste respect als voetballiever, maar u begrijpt wat ik bedoel. Dan kun je eigenlijk geen publieks evenement van welke omvang meer houden. En dat is toch niet wat we willen. Er wordt heel veel geld en energie gestopt aan de preventieve kant, hè, zeker als het heeft over dreiging bijvoorbeeld van terrorisme, wordt daar heel veel goed werk gedaan. Daar worden ook dingen mee voorkomen. Daar pak je ook je winst. Je pakt niet je beveiliging door nu te zeggen dat een massa-evenement waar 100.000 mensen op afkomen, dan iedereen te gaan fouilleren. Als je dat moet doen, dat gaat niet lukken en dan ben je veel te laat. En het heeft ook laten zien, we hebben veel ervaring in deze stad, hoe we grote evenementen kunnen organiseren. En dat is ook afgelopen weekend weer gebleken. Burgemeester, het is mei 2016. In 2014 waren de verkiezingen en waren er de eerste contouren van een nieuw college. U bent 2 jaar onderweg. Als ik u nou op de mannen vraag, wat is het eerste wat in u opkomt van die afgelopen 2 jaar? Wat denkt u dan aan? Nou, ik vind het allemaal een betrekkelijk harmonieuze en goede sfeer gaan. En betrekkelijk zeg ik natuurlijk, omdat er altijd wat gebeurt. Dat is ook het mooie aan aan politiek, never a dull moment, om het eens een goed Italiaans te zeggen.
Maar eigenlijk, ik koester elke dag hier, dat vond ik trouwens ook al in de vorige periode, met de toch wel goede, constructieve sfeer die er is. Daar wordt natuurlijk politiek gevoerd, er gaan ook wel eens dingen mis. Maar ik vind dat hier in de stad op zich iedereen vanuit zijn eigen belang, vanuit zijn eigen politieke overtuiging, goed in zit. Gewoon goed in de wedstrijd zit. En er zijn echt wel plaatsen waar de politieke cultuur minder is. En daar let ik vooral als burgemeester op. Kijk, het is natuurlijk aan de politiek zelf en partijen om hun standpunt te bepalen. Daar hebben ze mij niet voor nodig. Ik let vooral erop van hoe doen we het met elkaar? Hoe wordt het spel gespeeld? Doen we dat op een nette, constructieve manier? En ja, wat college betreft, ik ben heel erg tevreden over de samenwerking met de 6 collega's. Dus kijk naar de doelstelling van het college in de tijd. En u maakt de balans halverwege op. Hoe ver is dat college geslaagd daarin? Ja, dat is een oordeel dat moet u echt aan de gemeenteraad vragen. Het zou wat curieus zijn dat nu de burgemeesters ging zeggen van nou dit of dat. Hij was er elke dag bij. Wat zegt u? Hij was er elke dag bij, de burgemeester. Ja, dat is ook zo. Maar binnen kamers, en zo kende u mij ook wel, geef ik wel aan hoe ik bepaalde dingen vind. Nee, mijn alle ernstige beoordeling van hoe de politieke koers en zo, die is niet aan mij. Daar wil ik ook nu niet de uitspraak over doen. Ik zeg wel dat ongeacht waar je politiek inhoudelijk staat, dat dit college als team prima functioneert. En dat is waar ik natuurlijk vooral naar kijk. En dat mogen mensen ook verwachten, dat ik vooral daarop op let. En binnen kamers kunnen er gerust op zijn dat ik naast de complimenten ook wel eens vertel als het wat anders zou mogen. Ja, als het wat anders zou mogen, dan kunnen we misschien denken aan, de hele kwestie rondom Hildman. Als ik mensen spreek. Ook wat aanpak van het college betreft, vind ik dat wij de goede koers volgen. Het is wel een hele vervelende affaire die we natuurlijk liever niet willen hebben. Maar dat is wel een verschil natuurlijk. Nee, dat begrijp ik. Maar als ik mensen spreek, dan is toch de eerste opmerking vallen al van hoe heeft dat bedrag toch in één keer in één termijn uitgekeerd kunnen worden. Zijn dat de dingen waarvan u zegt, van, nou, daar hebben we het binnen de kamers wel eens over met elkaar? Nou, over Hildman wordt natuurlijk zeer veel gesproken. Maar kijk, in deze concrete zaak is het natuurlijk wel zo dat wij, als je een afspraak maakt met een partij, in dit geval de gemeente met het bedrijf Hildman, dat je er ook op mag vertrouwen dat iedereen die afspraken houdt. Wij waren natuurlijk net zoals iedereen zeer lelijk verrast om te begrijpen dat men eigenlijk er de brui aan wil geven en niet eens in zich wil geven wat met geld is gebeurd. Kijk, dat heeft met vertrouwen te maken. Als we geen afspraak kunnen maken en die afspraken lagen op zich netjes vast, de rechter heeft ons daar ook gelijk in gegeven. Maar dat is niet hetzelfde dat de gemeente hier nou niet goed zou zijn opgetreden. Want dan is er gewoon niet meer te besturen. Als wij moeten gaan besturen en bijvoorbeeld moeten aannemen dat alles al fout gaat, ja, dan voorspel ik u, dan kunnen wij geen besluit meer nemen. En nogmaals, de rechter heeft ons gelijk gegeven. De afspraken lagen prima op tafel. En het is nu aan Hildman, ik geloof, tot het einde van de week om inzage te geven aan alle papieren die wij willen hebben, zodat we kunnen zien wat er met dat geld is gebeurd. En daarna verder. Okay. Heumensoord, deze week is ook de evaluatie gepubliceerd. We hebben het ook al eens eerder over gehad. Er is veel geleerd uit die periode. Ik geloof dat NRC heeft geschreven met cijfers van het VNG dat de opvang duurder uitgevangen was dan men had begroot. Hè? Ik geloof dat een vluchteling per dag €126 kost. Mm-hmm. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, maar dat ging over cijfers van de crisisnoodopvang. Dat ging niet sec over bijvoorbeeld ons Heumensoord. Dat verbaast mij niks wat over dat er zo uitviel, want die constatering heb ik vorig najaar al gedaan. Kijk, je moet je voorstellen, waar gaat dat om? Dat gaat erom dat mensen bijvoorbeeld 3 dagen lang in een sporthal ergens worden opgevangen, waar niks is in zo'n sporthal. Dus dan moet je alles gaan organiseren. En maar zal ik je heel eerlijk zeggen, ik heb verhalen van collega's in landen gehoord hoe sporthal-eigenaren de echte hoofdprijs vervragen. Er zijn gewoon bedragen gevraagd die ik persoonlijk maatschappelijk niet geheel verantwoord vind. En dat is vele malen duurder dan een opvang, zoals bijvoorbeeld de Heumensoord, die A, door het Rijk wordt betaald, niet door ons, maar door de grootschaligheid relatief natuurlijk ook goedkoper is. Dus u zegt eigenlijk van nou, het gemiddelde bedrag, dat is door ons juist nog wat naar beneden gedrukt door Nijmegen. Ik weet niet precies hoe men het onderzocht heeft, maar ik begreep dat het vooral ging over wat je die crisisnoodopvang noemt. En daar zit dus die noodopvang niet in. Die wordt namelijk niet door gemeente betaald. Dus dat cijfer is op andere gegevens gebaseerd dan de opvang in Heumensoord. Okay. 2 jaar zijn voorbij. Er zijn nog 2 jaar te gaan met dit college. Waarvan zegt u nou, daar moeten we echt nog eens met elkaar de aankomende 2 jaar goed naar gaan kijken. Welke onderwerpen denkt u dan aan?
Nou kijk, er liggen natuurlijk een aantal ambities in het coalitieakkoord. En sommige die moeten nog natuurlijk verder uitontwikkeld worden. Dat is ook logisch. Je kunt niet alles in 2 jaar doen. Een hele grote opgave. Dus blijft natuurlijk ook de ontwikkeling in de baansprong. En zo, we zijn goed op streek. Maar daar zijn we nog vele jaren, ook na deze collegeperiode, mee bezig. En wat ik persoonlijk een heel belangrijk thema in ieder geval vind, is hoe je die stad met alle verschillende culturen en gemeenschappen hetzelfde gevoel van we staan er samen voor en we gaan ook een goede toekomst tegemoet kunt blijven geven. Het gaat namelijk niet alleen over Waalsprong, het moet ook gaan over de westkant van de stad, het moet ook gaan over Dukenburg. En onze stad kent heel veel verschillende kanten. Dat is ook de kracht van Nijmegen. Maar soms zeg ik wel eens even, zit daar ook juist je risico. Omdat het lijkt of de ene groep er net wat meer kansen heeft dan de andere. Dat vind ik zelf een hele belangrijke rode draal die ook op alle beleidsterreinen speelt. Want dan heb je het over woningbouw, hoe wonen mensen. Onderwijs is een hele belangrijke. Heeft iedereen dezelfde onderwijskans? Hoe gaat het met gezondheid? En je ziet daar soms samenhangen bepaalde delen waar mensen toch slechter hebben dan anderen. Die dat bij elkaar brengen, dat vind ik zelf een heel belangrijk thema. Zijn er andere onderwerpen van u zegt, die verdeeldheid, die valt heel erg op? Nou, ik zou het niet verdeeld noemen, maar er zijn verschillen. Het mooie aan Nijmegen is natuurlijk, als je ons vergelijkt met andere steden, wij hebben gelukkig niet echt complete wijken die zodanig verpauperd zijn dat je bij wijze van spreken zelfs de politie er niet meer durft te komen. We hebben natuurlijk wel onderdelen, soms straten of blokken huizen waar van alles aan de hand is met mensen of met de fysieke inrichting. Wat mooi in Nijmegen is, je kunt niet zeggen dat wij een stad zijn waar sociaal loszand is, maar ik zeg wel, er zitten wel verschillen tussen verschillende groepen en het kan niet zo zijn dat alleen degenen die alle kansen krijgen nog steeds verder vooruit gaan. Die hebben een goede opleiding, die kunnen zich goed weren. Die krijgen op de arbeidsmarkt alle kansen en anderen die zitten aan het tegenovergestelde. Dat zie je trouwens in heel Nederland, misschien zelfs wel in West-Europa, maar dat zie je ook wel bij ons in de stad. En dat vind ik dus wel een aandachtspunt. En nogmaals, als je het vergelijkt met landelijke gemiddelde, met andere steden, doen wij het daar eigenlijk best goed in. Maar ook hier geldt, je mag je niet in slaap laten sussen. Ander onderwerp, binnenkort gaat Nijmegen voor de derde keer op voor het kampioenschap voor de Green Capital. Ja. Driemaal. Nou, zullen we het maar scheepsrecht noemen? Dat zou het eigenlijk wel moeten zijn, wat mij betreft. We zijn nu genomineerd samen met 2 andere steden. Den Bosch uit Nederland ook, doet ook mijn Umea uit Zweden. Ik denk dat we goede kansen hebben. We hebben natuurlijk ook hier veel van geleerd. We staan er goed op. We weten dat we ook goed worden beoordeeld. Maar ja, het blijft een jurywedstrijd. Het lijkt wel op het Songfestival. Dus je bent straks toch in Ljubljana, in midden juni, als we ons daar moeten presenteren, toch afhankelijk hoe je daar presenteert. De verwachtingen zijn denk ik wel een stukje hoger. De eerste keer doe je mee en dan is het leuk als je zou winnen. Tweede keer, dan denk je, oh, je hebt wat geleerd. Oké, goed. Goede winnaar vorig jaar, Essen was dat. Ja, de derde keer inderdaad heb je zoiets van, nou zou het toch wel mogen. Wij gaan er in ieder geval alles aan doen. We hebben ons goed voorbereid, ook al de afgelopen maanden, ook ons op diverse plekken in Europa gepresenteerd. Juist om ook te laten zien daar, van dit is niet alleen maar iets een prijsvraag wat deel in, maar wij willen niet alleen Nijmegen laten zien, maar we willen ook iets bieden aan Europa. Want dat is een belangrijke vraag die de jury heeft. Wat hebben jullie ook te bieden aan Europa? Want je kunt wel zeggen, we doen het goed op duurzaamheid, maar kunnen anderen daar ook iets van leren? Daar richten we ons nu ook op. Ja, dat zou mijn volgende vraag zijn. Van waarom willen wij dat zo graag? Want we doen 3 keer mee, 2 keer verlies je. Althans, word je niet de winnaar. Ja, dat is een ander verhaal natuurlijk. Het kost toch ook weer geld om daar naartoe te gaan, om aan deel te nemen. Is dit echt zo belangrijk voor een stad als Nijmegen? Ja, de winst is. Ik was er na de eerste keer 2 jaar geleden in Kopenhagen. Toen hadden we ons ingeschreven van, mooi, leuk als je erbij bent en als je wint is het helemaal top. Maar wat het ons toen al heeft gebracht is dat je in 1 klap ook lid werd van een, ik mag het zeggen, Europese familie van steden die heel erg met duurzaamheid bezig zijn. Dat brengt je een hele andere circuit, daardoor kun je andere dingen leren. Bijvoorbeeld wethouder Harriet Tiemens is ook naar de klimaattop daardoor geweest. En dat komt omdat je toch steeds meer bekend raakt als duurzame stad. Ik heb zelf nu weer een uitnodiging gekregen
van de burgemeester van Florence om in november ons te presenteren op het thema water. Nou, je kunt je voorstellen, heeft alles te maken met de ontwikkelingen aan de Waal en de Spiegelwaal die gecreëerd is. En je krijgt dus aandacht terug en je komt daardoor ook eerder in projecten, ook financieel, waar je stad dus ook mee vooruit gaat. En dan hebben we nog niet eens gewonnen. Je kunt je voorstellen, als je de boek zou komen te staan, stel we zouden de Green Capital 2018 worden dan, hè, dus over 2 jaar, dan komt echt heel Europa, zo niet de hele wereld, op je af. En daar heb je echt ontzettend veel baat bij. Ik denk zelfs dat dit een strategie is, niet per se deelnemen aan allerlei competities, maar ook een strategie die op een ander beleidsterrein we ook steeds meer zullen gaan doen, dat we ons ook echt als Europese stad opstellen. En dat doe je niet alleen door hier te blijven en te zeggen, kom naar ons toe. Nee, dan moet je ook Europa in. En dat doen we. Moeten we dit ook met de regio gaan delen? Is dat ook iets wat in het kader van de regionale samenwerking onder de aandacht blijft? Kijk, Europa en het opstellen als regio in Europa is een absolute must. Ik zie geen toekomst voor een stad als de onze, die zich alleen maar als stad alleen presenteert. Sterker nog, dat doen we zelfs niet alleen met de regio Nijmegen, maar ook met de regio Arnhem samen. We presenteren ons in Brussel, we presenteren ons in Düsseldorf, trekken daarin ook heel goed op met de provincie Gelderland. En dat moet wel. Nijmegen is een prachtige stad, Arnhem is ook een prachtige stad, zeg ik richting alle Nijmegenaren. Maar we zijn als steden relatief klein op de Europese schaal. Dus wij zullen elkaar moeten ondersteunen om ook echt een vuist te maken in Europa. Dus het is per definitie een regionaal verhaal. Volgende keer als wij elkaar spreken, dan staat u op punt om daar naartoe af te reizen. Dan is de roze das vervangen door een groene. Hè? Een groene, of de Nijmegen das heb ik dan om. Hè, ik las dat er een green tie de kleding. Nou, dat is zover. Ik ben benieuwd hoeveel mensen die omdoen. Want ik heb gemerkt dat als het erop aankomt, dat ik een van de weinigen ben die das om heeft. U heeft hem ook alweer afgedaan, zie ik. Ja, maar geef wel niet. Met deze dagen, hè? Het is lekker warm hier. Ja, dat zal het. Ja. Het verschil moet er blijven. Ik dank u wederom. Tot volgende maand. Graag gedaan. Tot ziens.